Ja, volgens mij ken ik dit project wel, als ik het zo zie. Welkom, dames en heren, bij een gloednieuwe aflevering. Je kijkt naar DaVinci Games, naar natuurlijk ook een bekend spel, Planet Coaster. Ik ben er verliefd op, waarschijnlijk jullie ook. Ik speel het ook heel erg graag. En we hebben vandaag weer een bijzonder project, genaamd Crash Bandicoot, gemaakt door Four Wheels Customs. En daarvoor staat nog een tekentje, of het is DTC op zijn kop, of het moet een soort gezichtje voorstellen met de T als een neus, of ja, ik weet het eigenlijk niet. Het is best wel een beetje raar. Of een logo, of weet ik veel, een name tag kan ook nog, of gewoon een tag daarvoor. Maar in ieder geval, dit is de Crash Bandicoot achtbaan. En ik moet toegeven dat ik geloof ik deze achtbaan ooit in het verleden een keer heb opgenomen. Het is wel echt lang geleden, dus dit is ook wel een wat ouder project. Maar ik vind het wel leuk om weer een keer terug te keren om te zien hoe dit eruit ziet. Ik ben natuurlijk ook een groot Crash Bandicoot fan, kan je ook zien achter mij op de poster. Ja, ik ben ermee opgegroeid. Het is gewoon een fantastisch spel. En dat het nu dan een van mijn favoriete games is gecombineerd met een van mijn andere favoriete games, dat maakt het gewoon als één fantastisch project. Dus laten we snel beginnen. En we zijn ook in het donker nu. Je merkt dat de frame drops een beetje lager zijn dan normaal. Dat komt door de details in deze map. Het is gewoon een grote map vol met objecten, vol met ook cilinders waarin dus poppetjes zijn gemaakt. Laten we snel gaan instappen en genieten van deze Crash Bandicoot achtbaan. En als je ook de layout ziet, als ik om me heen kijk, is het echt een absurd grote baan. En voor mij ook wel best wel een snelheidsduiveltje. Laten we beginnen met de eerste test. Natuurlijk gaan we erin zitten en onder mijn facecam de statistiek om dat allemaal een beetje in de gaten te houden voor deze lanceerachtbaan. We gaan hier beginnen met het eerste level en daar zien we Crash met TNT blokjes en een beetje een tempel setting. We zien ook allemaal appeltjes die we natuurlijk moeten oppakken en daar ook nog wat doosjes. Kijk uit, want links achterin staat een TNT blokje. We zien krabbetjes en een Uka Uka masker. We verdwijnen in een tempel vol met nitroboxen. Ziet er ook hartstikke goed uit. Raak ze niet aan. En daar is het eerste karakter. Nitrous Brio. Of Nitrous Brio. Een van de bad guys in Crash Bandicoot 2. Daar is hij eigenlijk ineens een good guy geworden. En dan omdat Cortex hem eigenlijk een soort van verraden heeft. Cortex is dan de eindbaas. En we komen bij een ijslevel. En ik denk dat het gebaseerd is op Crash Bandicoot 2. Dat kan niet anders. We zien daar een pinguïn. We zien daar ook een checkpoint. Dit is het level waarin we op een polarbeertje. Hij heet Polar. Gaan we dus een soort van. Ja, door een ijslevel met orka's. En natuurlijk ook pinguïns. En die mannetjes die dan af en toe ook gewoon die balk op en neer houden. Of het is level 2 uit Crash Bandicoot 2. Dat kan ook. Dat was ook een ijslevel. Dat heette geloof ik Snow Go. We krijgen hier een ander level. Over het water heen met de bloemen, dat is dan waarschijnlijk level 3. Dus dan zou dit gefocust moeten zijn op Crash Bandicoot 2. Dan zou dit de pits moeten zijn, dat is ook een tempo level. En uiteindelijk moet bij het laatste level, level 5, moet er een steen achter je aankomen. En misschien dat dit wel. Oh, een bonusronde. Nou, dan moeten we dus zoveel mogelijk appeltjes pakken. Daar zijn die appeltjes ook. We hebben wat bomen, wat paddenstoeltjes. Het is een vrij ruige baan. Maar wacht eens even. Hier heeft hij wel heel mooi een grote tempel neergezet. Fantastisch. Hier zien we Crash ook aan de zijkant. Dit is heel mooi gedaan. Wauw. Ik vind het sowieso heel leuk. Jammer dat hij geen onderkant bij die doos heeft geplaatst. Ik vind het heel leuk hoe hij het design heeft gemaakt van deze levels. Echt geweldig. We komen hier bij de baas. En dit is Papu Papu. En Papu is eigenlijk de allereerste baas uit Crash Bandicoot 1. Dus misschien is dit wel gebaseerd op Crash Bandicoot 1. Ik dacht is deel 2, maar. Ja, in deel 1 zit weer geen sneeuwlevel. Dus vandaar dat ik een beetje ja, gedesoriënteerd ben. Dat het nu gewoon een mix is van Crash Bandicoot 1 en 2. Ik geloof dat ik ook zoiets in de beschrijving las, maar ik weet niet meer zeker. We gaan die bloemen ontwijken. Dus dit zal wel weer een soort waterlevel zijn. Dat kan. En we verdwijnen hier zo. Wow, dit is ook heel gaaf. Alsof het een soort laboratorium is. En ik zie daar ook een kristal die we eigenlijk moeten oppakken. We gaan hier naar boven. En ik weet niet waar die ons brengt. Maar we komen in de ruimte. Dat is een level uit Crash Bandicoot 2. Dus ja, dat is ook heel tof gedaan. Wow, dit is heel mooi. Dit is gaaf. Want als het goed is, moet het dan gefocust zijn op de eindbaas uit Crash 2. En sommige mensen denken van, waar praat je nu over, Vince? Maar mensen die fan zijn, net als ik, die zullen dit allemaal herkennen uit de levels van Crash Bandicoot. Nou, mooie lancering rond de 90 km per uur. Het is echt een heel leuk baantje. Echt lekker speels. En ook heel tof speels qua levels die we zien. Heel veel variatie ook. We komen uit de ruimte. En dan gaan we door lasers. En daar zien we dan
Uka Uka. Je hebt Aku Aku, dat is zeg maar het masker voor de good guys die ons beschermen. En Uka Uka is het beschermmasker van de bad guys. En die kan je herkennen aan een wat bredere vorm. Ja, hij ziet er gewoon wat gemener uit, dat kan je ook duidelijk zien. Nou, het is ook weer een prachtige ruimte waar we heel snel doorheen gaan. En daar zien we Crash weer. Ook Crash is echt ontzettend leuk in elkaar gezet door middel van cilinders. We zijn hier bij de volgende baas aangekomen. En dit is mooi, dit zijn de raketten van de robot van Engine. En het is dan N.Gin en dat spreek je uit als Engine. En daar staat hij, kijk dan, dit is geweldig in elkaar gezet. Heel mooi karakter, prachtig in elkaar gezet. Het klopt allemaal met het origineel. Heel mooi hoe hij die rakettenhoed heeft gemaakt. Met al dat geel wat er doorheen komt, als een soort van, alsof het een glitch er doorheen. Maar ik vind het echt, wauw, heel veel details, fantastisch. We gaan door. We hebben als het goed is deze baas verslagen. Dit zou dan gefocust moeten zijn op de baas uit Crash Bandicoot 2. Dus ik denk dat die deel 1 en 2 een beetje een mix van heeft met levels. We komen hier aan bij een nieuw stukje. We gaan naar boven. Ik weet niet wat dit dan moet voorstellen, maar het leek weer op een ruimtegedeelte. Oh, daar is Engine. Hij is geraakt en hij zit daar in de aarde, in de grond. En dat is maar goed ook. En vervolgens gaan we weer terug naar beneden. Ik mis wel wat andere bekende karakters, zoals Coco Bandicoot, Tiny Tiger en natuurlijk ook Dr. Neocortex. Maar ik denk dat hij dadelijk eraan komt. Even autosave modus. Loopt hij een beetje trager als normaal, althans een beetje trager, heel erg traag. Maar dat zal dadelijk weer helemaal opgelost worden. Althans, ik twijfel nu, want hij loopt nu al heel lang vast. Hè, zo, we zijn er weer uit. Ik doe even pauzeren. We gaan verder. Oh, dag meneer de Tespop. Nou, we gaan verder. We ontwijken weer wat kratjes. Vooral de nitro-dozen en de TNT-doosjes. En we komen hier in een donker gebied. Ik kan er even op L klikken, maar dat ziet er niet uit. Dus we houden het ook gewoon lekker even donker. Het Uka-Uka-masker. Nee, dit is Aku-Aku. Ik moet het wel goed zeggen, anders dan snappen jullie er dadelijk ook niks meer van. En wat zien we hier? Oh, wow, dit is fantastisch. Hij heeft gewoon het complete stukje mapkaart. Of de platte grond, zeg maar, van Crash Bandicoot 1 nagemaakt met het kasteel. En hier zijn dan de levels op verdeeld. En bovenaan zou dus eigenlijk Cortex moeten staan met een zeppelin. Dan ben ik erg benieuwd of hij dat ook allemaal heeft gebouwd. We gaan naar boven. Alles staat in de brand. Heel mooi met triggers gewerkt. En daar is de zeppelin. Jawel, kijk eens even. We komen er dadelijk nog langs. Dus dan zien we het vanaf een betere kant. Ook dichterbij. Kijk, we gaan onder de zeppelin door. Die staat al flink in de fik. En daar is dan het eindgevecht van Crash Bandicoot 1. Is best wel een leuk gevecht, maar wel heel simpel. En daar is hij dan. Hij had dan eigenlijk een soort laser moeten blazen. Hier is Crash op de luchtballon of op dat schip, weet je wel. En dan hier zo hebben wij Cortex. En die ziet er ook echt geweldig uit. Vooral hoe hij dat haar heeft gemaakt. Heel erg ruig, een beetje door de war, zeg maar. En dat bestaat dan allemaal uit kleine blokjes. Dat heeft hij ontzettend mooi gedaan. Ook dat pistool tot in de details uitgevoerd. Nou ja, zodra hij verslagen is, dan gaat hij er vandoor. En dan gaan we door ook met de achtbaan. Ben ik ook benieuwd wat we nu nog te zien krijgen. Want als het goed is, zou die nu wel ongeveer bij het einde moeten komen. Maar daar zijn we nog niet beland. We gaan in één keer random naar boven. Een mooie inversie. Ik ben toch wel benieuwd naar de resultaten. Want ik denk dat we toch 3 of 4 keer... Oh, daar is die. Crash staat op het strand. Hartstikke schattig gedaan. Dat is eigenlijk het eindfilmpje van Crash Bandicoot 2. En dan... of van 1 of van 2. Ik geloof van 2. En dat is het einde. Ik vond het echt een geweldig achtbaan. En geef gelijk al aan dat de G-Force zijn limieten heeft gebruikt. Dus ik ben benieuwd. We klikken. Een lengte van bijna 4 kilometer, maximale snelheid van 100, precies 100, gemiddeld 48 km per uur en de grootste drop was 41 meter. Ik denk dat dat op het einde was. De maximale lateral G-force staat op 12,85 en de maximale verticale G-force staat op 8. Dus dit overleven wij gewoon al helemaal niet. Maakt niet uit, hij heeft wel 9 inversies en de airtime counter staat op 15 stuks. Dit is gewoon een hele mooie gedetailleerde achtbaan. Ik kan het wel eventjes licht maken, dan kunnen we net even wat beter kijken. Maar wat ik al fantastisch vond, is dat gewoon die Aku Aku, of in ieder geval, nee, die naam ook, Papu Papu, dat die hier binnen is gebouwd in die tempel. En hij is wel een beetje gespierd gemaakt, want ik ken Papu met een hele dikke bierbuik. Dus misschien had hij deze cilinder, had hij misschien nog net iets naar voren kunnen klikken.
echt zo'n lekker buikje. Hij heeft echt een ontzettend groot buikje. Hij heeft ook een klein naveltje gemaakt. Dus die zou je dan een beetje naar voren moeten gooien. Jongens en meisjes, we zijn gewoon live even een navel aan het maken hier zo. Zo, een beetje opschuiven. En dan een beetje zo. Kijk, dan steekt dat net wat uit. Ik denk dat dit wel een beetje... Hij ziet er nog wel gespierd uit. Hij is ook redelijk gespierd, maar dat is vooral vet. Ik denk dat dit beter had geweest. Maar ik vind hem alsnog heel erg mooi gelukt. En ja, de setting die komt meer overeen met Koala Kong. Dat is dan weer de derde baas uit Crash Bandicoot 1. Nou, het karretje komt eventjes hier langs. Hartstikke mooi. En ook weer dat lava is gewoon heel goed in elkaar gezet. Dan komen we in één keer uit de tempel. Ook kijk die details ook van al die blokken die hij heeft geplaatst. Kijk, op sommige plekjes was het... Oh, en daar heeft hij ook het Aku Aku masker op zijn hoofd. Dat is zijn beschermengeltje. Ik moet zeggen, heel veel details. Soms waren er ook wat missende details, maar over het algemeen heeft hij dat heel mooi in elkaar gezet met deze Crash Bandicoot 8-baan. Vond je dit nou een leuke video? Laat dan een duimpje achter. En vergeet ook niet te abonneren linksboven in het scherm. En wie weet komen nog meer van die Crash Bandicoot 8-banen voorbij op mijn YouTube-kanaal. Tot de volgende keer. Doei doeg!